De Prison Fellowship Suriname heeft gisteren het boek Alleen bij God mogelijk uitgegeven. Het boek is geschreven door Gerald Brandon en is uitgegeven in het kader van 3 jubilea. Brandon heeft 60 jaar het beroep van landmeter uitgeoefend. Verder heeft hij 50 jaar zijn bijdrage geleverd aan het gevangenispastoraat en bestaat Prison Fellowship Suriname 20 jaar. Brandon stond stil bij 5 bijzondere personen die hem door de jaren heen hebben bijgestaan in zijn loopbaan. Heer, mijn vader, altijd eventueel, hij is de initiatiefnemer geweest om onder andere Maarten Schalkwijk en ik in een presentiële commissie mee te nemen in februari 1997 naar Amerika voor een gebedsontbijt. Hij heeft het initiatief genomen. En daar mocht ik in contact komen met Prison Fellowship International. Dus ik ben heel zeer erkentelijk voor de gelegenheid dat ik deel mocht nemen aan die presidentiële commissie. En ik kan zeggen, ik was een fit person. Ik ging echt niet uit de normale in- en uitgang. Brandon zegt verder dat Prison Fellowship Suriname niet alleen probeert mannelijke arrestanten te bekeren, maar ook vrouwelijke. Daarbij heeft hij hulp gehad van enkele bijzondere vrouwen. Zeker ook namens de Baptiste gemeente en uiteindelijk een deel onder de paraplu van Prison Fellowship. Wat is dit? Deze onze. Ja, hij moet continuïteit. En er zijn 2 personen die het hebben opgebouwd. Zuster Leo en zuster Patricius. Applaus. Die zijn doorgegaan. Ja, tussen vrouwen. Die maakte ook deel uit van het team van de Baptiste gemeente. Ja, maar het gaat er speciaal om dat onderdeel waarbij dat die pastorale zorg is opgebouwd. En vandaag aan de dag kunnen zeggen dat er een volledig team is dat zich ontfermt over de vrouwen. Dat was Gerald Brandon, auteur van het boek Alleen bij God mogelijk. Dit boek is gisteren uitgegeven en de uitgifte vond plaats in de zaal van het Blindencentrum.